nog een vraag over zonen en dochters. Mijn moeder had Parkinson en ik als vrouw heb het nu ook. Mijn broers hebben geen Parkinson. Is dan de kans dat mijn dochter Parkinson krijgt groter dan dat mijn zoon Parkinson krijgt? Nee. De ziekte komt bij mannen en vrouwen voor en de erfelijke vormen die zijn niet geslachtsgebonden. Dus ze komen ook bij mannen en vrouwen voor. Dus dat is dan toeval in dit geval.